Talk to motherfucker Charlie. Talk to motherfucker Charlie. What's poppin' with the population? It smell like money. So we definitely gonna make some. 2022. Nieuw jaar. Nieuwe gasten. Zelfde show. Zelfde host. You know the fuck I am. Nee, 2022. Inderdaad, nieuwe gasten. En vandaag heb ik een nieuwe gast. Iemand die ik al lang had moeten interviewen, maar ik denk gewoon de schedules. Correct. Ik denk, kwam er niet overheen. Maar ja, vandaag ben jij hier, hè? Yes, sir. Wie heb ik hier voor me? Wie heb ik hier voor me? Ik, Juice, a.k.a. The Bad Gentleman. Of The Flyest Bald Man, you know. Ik ben hier. Ik ben met alles akkoord. Behalve de Flyest Bald Man. Wie is dat zijn, man? De New York nigga. Die in Antwerpen woont. It depends what you call fly. Want hoe jij nu bent gekleed is fly. Ja, het is allemaal on the good of fuck. Nah. Ik ben niet de Flyest Bald Man hier nu zo. Nah, pff. But you know, still go baggetari and some bummy shit. Nee, yo, shout out naar u, Juice. Dank om tot hier te komen. Eerst well, thanks for having me, man. Dank u, jij moest hier eigenlijk, jij moest al lang hier zijn. Maar ik denk ook met Brandon, toen hij zijn situatie had en zo. Exactly. Een klein beetje vertraging. Maar, Jules, wat is je echte naam trouwens? Amir. Amir. Yes, sir. Waar liggen je roots? Ik kom uit Kazachstan. Ik ben Oeigoer, volledig. Ik weet niet wat dat is, je moet mij een klein beetje uitleggen. Kazachstan, dat ligt... Nee, Kazachstan ken ik, door de voetbal. Oeigoer. Voetbal. Maar de Oeigoer. We zijn eigenlijk een volk in heel veel verschillende landen nu, echt verschillende plekken. Dus zelfs ons uiterlijk is niet altijd the same. Maar jij vindt ons eigenlijk gewoon vooral in Azië. Ook heel die shit met die concentratiekampen in China nu. Ik denk dat dat de grootste reden is dat de mensen dat kennen. Want hiervoor was dat als iemand vroeg, wat ben jij? En ik zeg, ik ben Oeigoer. Dat was altijd, wat is dat? I don't know that. Maar nu dat dat in het nieuws is gekomen en dat dat toch meer naar boven komt. Spijtig op die manier, maar ik ken meer mensen nu toch wel Oeigoeren. Maar ja man, dat is us. Oké, okay. Maar ben je daar geboren of? Ik ben geboren in Kazachstan. Oh wow, ja. Oké. Okay. Maar ik ben hier van mijn 2 jaar. Dus basically, het is al heel mijn leven hier. Mm-hmm. Dat is ondertussen al 23 jaar. Maar ja, dus ik heb niet veel memories van daar of zo. En nooit ook, allee, heb je al familie? Ja, natuurlijk heb je familie daar, maar heb je contact met familie? Nee. Nee. Ja, gewoon verschillende situaties gehad met familie daar en zo. We waren nooit echt heel close met heel veel mensen. Altijd een bepaalde familiegroep of zo. En dan is dat nog altijd niet vaak heel af en toe mijn moeder of zo die met hem praat. Allee, heb je broers en zussen? Ik heb 3 broertjes. Broertjes? Yes, sir. Die allemaal in België zijn geboren? Ja. Oké. Okay. Die wel. Dus jij komt hier op 2 jaar in de leeftijd. Waar kom je dan terecht? Waar eerst... Ik denk Capelle, als ik mij niet vergis. Dingeske, asielcentrum daar. Ik weet echt niet meer hoe lang dat heeft geduurd en hoe en wat al. Maar dat weet ik herinner dat heel vaag, als kind heen en weer en zo gaan. Maar nee, ik weet dat we zijn begonnen in Capelle, dan denk ik... Zuid op Zuid. Heel veel plekken, bro. Ik zeg, ik heb echt op heel veel plekken. Dus jij bent eigenlijk niet van Linkeroever? Nee. Niet oorspronkelijk. Nee, ik ben hier... ik heb hier maar heel even gewoond toen ik bij mijn oma woonde. Voor de rest was ik gewoon altijd hier door de mensen die ik kende. Dat was gewoon zo mijn buurt geworden. Maar voor de meeste denken dat ik van hier ben. Ik dacht dat ook. Ja. Yeah. Weet je nog waar ik je voor de eerste keer heb gezien? Ja, je hebt maar gezegd. Die zijn shoot. Ja, Glow Paint. Ik had die foto, maar... Je had haar toen nog. Ik had nog haar tot 5 maanden geleden. Ja. All these flies, bald guy. This man just became bald. Ja, en ik heb direct mijn titel gepakt. Direct. Hij speelt met Stefan Jeffrey, mensen met haren.
Kom to the hole. Genoeg kale jonge gasten met veel stress. Nee. Dus je bent, ik dacht altijd dat je wel een improver was. Maar inderdaad, door Brandon waarschijnlijk. Ja, het ding is ook gewoon nog altijd zelfs. Als ik echt buiten kom, is dat een improver. Heb je hier gevoetbald? Ja, ik heb heel even bij Sparta gespeeld. Dus talk about those days. Wat echt aan het talken waren. Iemand heeft mij gezegd, bon, stel hem deze vraag over Sparta. Hoe het voelde om de bank te verwarmen. Ah. fucked up. wie zo voor heeft over eigenlijk? I did 5 years. I could have been home in 1 month if I were told. Degene dat ik denk zijn naam gaan zien. Ja, off camera, I'm gonna tell you. Ja, bro. Zoals ik wou dat nog net zeggen voordat jouw rare vraag kwam. Ik heb daar niet lang gespeeld. Ik was ja, maar als je op de bank bent, speel je ook meestal niet lang. Ja. Nee, maar serieus. Jij bent Sparta gespeeld, maar welk jaar is dit dan? Bro, ik weet dat zelfs niet meer. Ik denk dat het jaar was dat ik op Sint-Anna zat. Ik was... Is deze middelbaar of? Ja. Oh, dat is middelbaar. Ja, dus dat is eigenlijk bij... Oké. Okay. Ja, ik heb met Indy Junior en zo gespeeld. Kobo? Nee, andere. White Junior. Kobo niet. Junior? White Junior? White Junior. Ah ja, je kent hem niet. Nee. Ah, dat is ook van de... Dat is de eerste keer dat ik dat hoor. Samen met de rest, maar... Wacht, ik was 16 toen, het is dus 9 jaar geleden. Dus ja, dat is al even geleden en ik heb daar ook maar heel kort gespeeld. Maar dus, als ik dan begrijp, voetbal was een hobby op jonge leeftijd? Altijd, maar ik was meer voor pleintjes. Pleintjes was ik goed, hè? Don't get me wrong. Veld, moet ik zeggen, heerlijk, mijn conditie en zo en rennen, dat is dus, niet mijn bar. Ja. Maar pleintjes kon ik geven. Oké. Okay. Je bent niet van Inkeroever, maar... De woorden die uit de mond komen. Ja, ik spreek niet over. Je bent topper. Iemand heeft mij uitgevraagd, wat is Linkerovers? Dat is wat jij nu doet. Maar wie zijn uw vrienden hier op Linkerover, met waarmee jij bent opgegroeid? Dat zou ik nog vragen. Brendan, CM. Maar heb je dan leren kennen terwijl jij hier kwam bij je oma dan? Ik heb die op Sint-Anna leren kennen. Okay. Want toen, dat was ook de periode dat ik hier woonde. Je bedoelt dan bovenbouw? Ja, exactly. Ik heb maar 1 jaar op Sint-Anna gezeten, maar toen heb ik iedereen leren kennen die ik ken, basically. Dat was toen als mijn muziek. Toen deed ik dan nog in het Engels. En Brendan was dat toen... Dat ben je goed te weten gekomen dat je eerst in Engels muziek maakte. Ja? Ja. Ja, heel lang. Ik doe nog maar 2,5 jaar of zo Nederlands. Maar we gaan er op komen. Brendan was toen al bezig met een labelachtig iets. L.Y.D. Ja, L.Y.D. En toen heeft hij mij uiteindelijk aangesproken. Ja, wat werken we met mij? En zo zijn we uiteindelijk gewoon er is geworden. En de enige echt van toen, met wie ik nu nog ben, dat is echt Brendan en Sean en Collins, manier is. De rest heb ik met de jaren een beetje, maar hun zijn echt van day one wel. Sam, dat is homie met de white, hè? Nee. Sam? Nee, dat is de big guy. Nee, echt Sam is die gast met de... Heb je nooit gezien die ene jongen? Ah, Sammy. Oké, dat is Sam. Ja, Ersam, ja. Hoe noemt hem? Ersam. Oké, dat is Ersam. Ja, maar ik heb nog nooit zo noemen. Ik weet gewoon dat daar staat op Facebook of zo. Oké. Dan noemen we altijd Sammy. Jij hebt het over Sint-Anna. Heb je dus je schoolparcours. Middelbaar afgemaakt? Yes, sir. En wat heb je dan? Ik ben afgestudeerd in onthaalde public relations. Dat is een PR. Ja, dat is een richting dat je niet heel veel hebt eigenlijk in Antwerpen. Mm-hmm. En dat is op een andere campus van Sint-Lodewijk. En dat heb je dan gedaan. En wat heb je erna mee gedaan? Je bent afgestudeerd. Ben je dan naar hogeschool gegaan? Ik heb eerst een jaar, denk ik, niks gedaan. Ze noemen dat sabbatjaar, heb ik vernomen. Ja, dat heb ik dus gedaan. Sabbatjaar. Sabbatjaar, correct. Ja. Dus dat heb ik gedaan eerst.
Omdat ik heb altijd al tegen mijn moeder gezegd van mijn diploma, ik haal dat voor jou. Nu weet ik zelf ook beter. Terug naar achter. Persoonlijk, ik ben er niet mee akkoord met wanneer iemand zegt ik haal mijn diploma voor mijn moeder. Maar ik heb na mijn zin toch gezegd van nu weet ik beter. Nu weet je beter. Mijn excuses. Ja. Maar toen zei ik dat altijd zo en ik heb ook gewoon meteen gezegd van nu ga ik een jaar muziek volledig proberen. Ik heb wel heel hard gewerkt voor muziek dat jaar, maar gewoon niet juist. Ik dacht dat ik dat juist was aan het aanpakken, maar toch niet echt. En dus ja, basically dat jaar, ik heb heel veel gewerkt aan muziek, maar uiteindelijk niet heel veel gedaan. En dan ben ik daarna, heb ik hogeschool geprobeerd, voor like a month. Ik denk een maand, anderhalf of zo, broer. Eerste examenperiode, ik ben teruggebounced. En dus ik ben gaan werken. Muziek werk je heel hard voor, ja. Toch? Ja. Stel je voor, jij komt als een rapper of een zanger. Trouwens, wat ben je, een zanger of een rapper? Ik ben artiest. Oef, mooi antwoord. Straks heb ik nog een vraag, hopelijk heb je ook zo'n mooi antwoord. Ja. Dus je bent een artiest, je komt in de game. Een maand en een half heb je nog niks bereikt, stopt je? Een maand en een half? Nee. Dus jij stopt niet, ga verder. Ik ben al jaren. Dat is een voorbeeld. Je bent als artiest, je komt in de game een maand en een half, je ziet, poeh, allee, er is nog niks opgebracht. Of course not. Why we do that when it comes to school? Dat is niet waar mijn passie lag. Ik heb... Ja, kun je je passie ontdekken in een maand en een half? Nogmaals, ik weet niet hoe jij denkt of wat jij gepland hebt in je leven, maar ik wil je gewoon laten zien van... Soms moet je wel doen wat jij graag doet en harder voor gaan en zo. Maar als jij ziet bijvoorbeeld, we moeten ook realistisch zijn soms. We live in a country that... Like... Als jij nog niet zo Stromae bent of zo echtig, then I really look for us. Ja. Zeg je wat ik bedoel? Ja. Maar nogmaals, dat is je passie. Maar je passie op dit moment... Ain't the one that's going to pay your bills between... Ja, maar het ding is... ik denk dat ook de meeste mensen die op school zitten, in hogeschool en zo zeker, en die daar hard voor werken, die willen iets doen met hun leven, een job, waarvoor die dat nodig hebben. Dus dat is zo van... Wat ik gewoon niet juist vond altijd aan die dingen is, dus stel bijvoorbeeld, ik ga daar zitten bij architectuur of zo, of weet je wat. Die guy naast mij wil architect worden. Dus dit makes sense dat hij daar zit. Maar ik wil iets helemaal anders worden. Dus waarom zit ik in dat gebouw met hem? Heb je onderzocht? Heb je onderzoek gedaan van oké, wat kan ik wel doen? Misschien? Nogmaals, I'm not trying to diss you. Ja, nee, of course. Heb je opties? Want inderdaad, hey, trouwens, ik heb ook hogeschool gedaan. Trust me, my brother. Ik heb dat 4 jaar drie jaar volgehouden. Bro, maar 3 jaar, I will be real with you. Misschien zat ik in hetzelfde jaar 3 jaar. Yeah. Ik kwam er echt aan. Bro, ik heb isolaties al 12 maanden gedaan, bro. Voor mij, dat was precies isolaties. Je zit daar en... I'm not doing nothing. En... Maar nu, als ik terugkijk, denk ik van... Bro, je hebt daar 3 jaar gezeten en je hebt er eigenlijk geen kennis van gebracht. Yeah. Dat is fucked up. Maar ik begrijp je wel. Maar ik wil gewoon zeggen van... Wanneer wij terugkijken, denken we wel... Oh, misschien moesten we dat wel misschien beter aanpakken. En dat is altijd het jammer aan ons. Mm. We always gotta look back. Ja, ik heb sowieso wel... sowieso van de luiheid en zo had er ook mee te maken, of course. En ik heb uiteindelijk... Ik heb internationaal ondernemen geprobeerd. Omdat dat het enige was dat ik daar zag... Dat ik nog kon doen, dat ik mij nog zag doen buiten die andere dingen. Dacht, oké, ja, dat ik tenminste weet, shit van economie en bla bla. En ja, nee, ik heb niet volgehouden. Ja, just hopefully you won't be doing like that on your music career. Nee, inshallah niet, bro. Dit komt goed. Trouwens, Kazachstan een islamitisch land? Ja, okay. Klopt in Duitsland. En weet je wat de tweede is? Allee, als islam eerste religie is? Ik ben eigenlijk niet heel zeker. Ja. Ik
christen, denk ik. Oké, we gaan eens rechts opzoeken. Ja, ik weet, ik ben al vaker mensen tegengekomen van Kazachstan waarvan ik weet dat dat geen moslims waren. Mm-hmm. Ik heb nooit verder doorgebracht eigenlijk. Maar... Oké, uw naam is Jules. We gaan het talk about the name Jules. Eerst en vooral, waarom noem jij je eigen Jules? Dat is een heel simpel verhaal eigenlijk. Dat gaat langer zijn als ik dat zo vertel. Dus jij weet dat ik al heel lang muziek maak, eerst in het Engels. Ik denk dat ik in totaal nu 12, 13 jaar bezig ben met muziek. Zoals ik, sinds mijn eerste verse die ik zelf heb geschreven, dat 13 jaar of zo, 13, 14 misschien zelfs. Ik begon meteen met een artiestennaam en zo, maar ik was altijd zo hyped over artiest zijn en how I want to put myself out there. Zo. Ik veranderde van artiestennaam om de zoveel maanden. En tegen dat ik zelfs met Engels begon met uitbrengen, had ik al misschien 10 artiestennamen gehad. Tegen dat ik bij mijn Nederlandse carrière aankwam, had ik weet niet hoeveel artiestennamen gehad. En ik was daar beu. Ik wou zelfs niet echt meer veranderen, maar ik dacht van oké, deze... De laatste change moet wel, want ik verander van taal. Dus ik dacht, ik ga er voor de laatste keer echt toe. Maar ik was dat dus eigenlijk een beetje beu dat ik niet meer te veel wou nadenken. Ik wou gewoon iets heel simpels, iets dat gewoon juist voelde. En ik was een serie aan het kijken, Sons of Anarchy. Met Brendan. Ja, die bikes. En ik was dan met Brendan en Robin aan het kijken. En ondertussen waren wij er ook over aan het praten, want dat begon net allemaal. En ik zei als grap, ik ga gewoon Jax pakken. Want dat was de hoofdrol van Sons of Anarchy. En daarop zei Brendan van, waarom pak je eigenlijk niet Juice? Er was iemand daar ook die de bijnaam Juice had. En dat klonk gewoon goed, dat paste ook. En zeker met dat iedereen zegt van, ja, you got the juice. En zo van die dingen. You got the juice. Snap je? En dat voelde gewoon beter. En ik dacht van, weet je wat, fuck it, we gaan gewoon daarmee. Ja. This man was Sons of Anarchy and got his nickname. Yes, sir. Dan blij dat ik niet Jax heet, bro. Ja, maar als je goed kijkt, iedereen bijna hun nicknames komen van een film of van een serie of zo'n shit. Ja? Ja, mijn zoon heet Killer, dat is een artiest. Maar die big man zo die Joas heet, dat is die mijn opa, dat is Joas Santana. Ah ja. Ja, terwijl dat Joas Santana eigenlijk gewoon een bijnaam is. Cameron is ook alle tussen haaks, is normaal een bijnaam. Maar, Juice is een film ook trouwens. Van Tupac. Tupac. De Tupac. Een Juice. Alle film of zo? Nee, de Tupac, ja. Juice. Nee, hold up. Nu dat is Tupac. Straks zeg ik iets fout hier en dan gaan mensen me uitleggen. Echt niet. Juice, Tupac, sorry. Juice. De zekerheid, hè? Juice, Tupac. Oké. Correct. Natuurlijk, Juice. Precies. Maar dus Juice. Oké. Okay. Hold up. Ik ging bijna choken. Wat een moment. Warm en wel. Ik heb de aardbei. Smaak. Je smelt me. Juice, dat heb ik allemaal. Wat heb ik allemaal? Is het citroen? Maar je mocht die allemaal hebben. Hè. Pak dat mee, dat ik niet opkrijg. Ja. Charlotte is de grey. Hey, shout-out naar jullie, man. Inderdaad. Maar ken je nog al die bijnamen of die artiestennamen voor Jules? Nee, niet allemaal. Ben eens benieuwd. Ik ga proberen zo ver mogelijk terug te gaan. En ik weet dat ik begon als young boy. Dat was het allereerste ooit. Welk jaar was dit? Ik denk dat ik 13 of 14 was. 12 jaar geleden. I think something like that, ja. Want ik denk 13. Want dat was op Sint Liefis, dat was eerste of tweede middelbaar. En ik begon een groep samen met Scotty, Sire en Veen. Toen we begonnen gewoon op de speelplaats. En uiteindelijk kwam ik met Youngboy, ik weet niet waarom. Maar Youngboy was het... Ik denk daarna was al Lunatic, of ik vergeet een naam of twee daartussen nog. Lunatic weet ik nog. Waarom Lunatic? Ik vond dat gewoon passen. Ik vond van mezelf dat ik gekke flows had. En
Ik vond mezelf altijd de beste rapper op aarde, bro. Ik zeg jou heel eerlijk. Dat moet je ook doen. En, zoals jij je ook de flyest body voelt. Voilà. Ja, terecht. En, met je leather jacket en al dat. Zomaar als nee, wacht, hè. Dus wacht, wat heb ik Youngboy Lunatic. Je hebt er een paar tussen geladen dat je misschien... Ik ben er heel veel vergeten zelfs, want ik ben hier 2 jaar of 3 jaar... Maar ik vraag naar welke artiesten kijk je? Want als ik Lunatic hoor bijvoorbeeld, denk ik aan Nelly van St. Louis bijvoorbeeld. Nee, die naam kwam niet echt vandaar. Ik denk eerder dat die naam... Dat iets Ludacris-achtig was. Ja, dat kan... Ja. Dat kan ook. Ja, dat denk ik altijd aan. Van... Want Ludacris betekent ook een klein beetje... Zot. Ja, want zo denk ik altijd. Ik denk van, ik moet dat wel daarvan hebben gehaald. Ja, oké. Okay. Maar artiesten die jij dan opkeek, Ludacris of... Hij was er niet specifiek in, maar zo. Ik geveerde hem wel, maar niet echt. Nee, omdat ik zeker vroeger als... Ik begon wel als puur rapper. Ik zing nog niet zo lang. En toen was dat echt Eminem, zwaar. Wat ik dan nog... Wat ik echt... Ja, ik denk dat ik echt opkeek, echt idool. Dat was echt alleen Eminem, denk ik. Voor de rest, ik luisterde wel, ja, 50, The Game en iedereen, maar... Voorbeeld en iemand die ik echt elke dag, de hele dag, zo, dat was Eminem gewoon. Dus je bent eigenlijk een zware Eminem-fan? Ja. Vooral de laatste jaren al veel minder. Maar... The good old Eminem days, ik was daar. Ik ga eens testen. Ik moet gewoon de naam weten van deze liedje. Ik ga niet meer dan 15 seconden spelen, want lijkt me mij dan. Oh. Ja, dan op YouTube of zo. Maar, aangezien jij toch een Eminem-fan bent, ik wil gewoon weten welke liedje deze is. I had to hustle my back to the wall, ashy knuckles. Oh. Die line ik ken dat niet. Je kent dat? Ik ken dat niet. Ja, denk ik. Auto-hero is het jou? Wacht even. Dus. Dat die... Sorry mensen, ik wil gewoon even testen als hij echt een Eminem-fan is. Of gewoon een gast die. Na. Hij kent zo'n liedje waarschijnlijk. Wat? Oké, is cool. Nee, dat ken ik niet. Oké. Dat is wel een. Ken die first, maar. Dat is Jay-Z en Eminem. Zo test ik altijd Eminem van om te weten. Dus ik was cap. Nee. Maar dat is ook niet een liedje dat. Als ik naar Amerika was geweest, ging dat ook niet kennen. Maar dat is ik ken die song, die verse. Maar er zijn mensen die dat nadoen. Zo. Dat, ik denk meer mensen die op die beat rappen, misschien of zo. Ja, of die flow, die Mr. Good. Maar eerlijk, snel los van dit. Geef mij snel uw top 5 artiesten van all time. Dat ga ik je vinden. Dan kunnen we verder gaan. Want ik wil echt uw inspiratie. Ik wil weten. Oké, want Jules, jij zegt zelf, jij bent als rapper begonnen, maar nu jij zingt bijvoorbeeld. Ik wil weten waarom die transitie ten eerste en waarom ben je als rapper begonnen, naar wie keek je? Want ja, veel mensen zeggen, ja, ik ben een rapper of ik ben een artiest, maar dan word je niet zomaar. Ja, misschien heb je onkel gezien die muziek maken of zo. Ik weet eigenlijk niet door wat dat exact kwam. Ik keek gewoon... ik weet gewoon bijvoorbeeld van Eminem, dat was de eerste songs die ik kon narappen en zo, en dat was gewoon altijd Eminem. En ik weet dat wij... Hoe je dat zegt, vind ik graag Eminem. En ik weet nog, dat was de lagere school, ik denk, wat was dat, 4e of 5e leerjaar of zo. En wij moesten zo iets voorbrengen. Ook. En ik deed dan die Eminem-songs, maar Eminem die rapte snel. Yes. En voor mijn leeftijd toen, ik kon zijn verse gewoon nadoen. En dan was daar altijd zo heel veel reactie op van, wow, what the fuck, dat is echt fysiek, hoe werkt het, blablabla. En ik denk dat mij zo die dingen geeft van, ik kan doen dit, ik kan dat misschien. Dus de merk zich dat begon bij hem echt vooral. Maar ik ben nooit, ik heb altijd speciale stijl gehad, want bijvoorbeeld de tijd dat ik begon met muziek, 13, 14. Je kon altijd, als je mijn oortjes oppakt, dan ging waarschijnlijk Eminem catchen. Maar je kon ook gewoon pakken en geen Justin Bieber horen, One Time of Baby of zo. Ik kon lie about that. Ik luisterde Bieber pokus vol een bak, maar ik kon even goed al die Eminem shit. You probably still do.
Nu, ik vind zijn muziek nu niet zo goed. To be honest. Want als jij ja zegt, die fly is tegen moest terugkomen. Ja, broer, ik zeg, ik was een hardcore Bieber fan. Ik ga niet liggen tegen, kijk, aan mijn toosam altijd zo bekijken. Ik denk dat 2010, 9, wanneer is hij gekomen, Bieber, rond die periode? Maar, ja, ja. Laten we zeggen dat hij is gewoon. Baby. Ja, dat liedje. Ik herinner mij, I was in jail, bro. En ik zeg dat. Maar, brother, maar je moet beseffen, ik ben daar met killers. Yeah. Killers daar, drugsdealers daar. En jij was ineens, baby, I thought you were me when I was 18. Ja, die voelde ik. Maar like, oh, these killers is singing. Maar dat had iedereen gepakt, bro. Mensen moeten geen tenijwe doen. Zoals die K3 liedjes, Afrika tot in Amerika. Ja. Iedereen kent dat, bro. Mensen moeten geen tenijwe doen. Snap je? Bieber was... Hij was nieuw. I mean, ja. En trouwens, Usher heeft Bieber naar de game gebracht. Veel mensen weten dat niet. Nee, inderdaad. I mean, dus Bieber, what in a world we sing that you listen to Bieber? Vroeger, dat was een probleem, bro. Ik weet, ik heb heel veel mensen fan gemaakt van hem. Omdat dat was voor een guy, hij kon geen fan zijn. Dat was niet. En ik was basically, ik was echt de enige, denk ik, op de hele school die daarvoor uitkwam. En zei van, fuck you, ik luister gewoon naar u. Maar er zijn dat is precies een probleem. Er zijn echt veel mensen zo fan geworden. En omdat ik heb je basically gedwongen, om zo te zeggen. Maar dat is, weet je wat jammer is? Want... Ik weet waarom mensen zeggen, ja, that's as a guy, you can't be a Bieber fan. Bro, maar je bent een Usher fan, je bent een Joe fan, je bent een, wie kan ik nog zeggen, een Bobby Brown fan. Dat zijn allemaal mannen. Broer, Nelly, dat is de songs die... Yeah. Maar daar, of ook van Shank, dat hij zo klein was en look die... Klein, ik ben niet aan het denken, wie is de kleinste R&B zanger? Weet je wat dat was? Dat was een blanke jongen. Die gewoon in de game is gekomen en gewoon de aandacht dat hij kreeg, bro, ik denk, dat is... Hij heeft iedereen voorbij gestoken. Wie was niet show voor Bieber, van mijn vader. Dus ik denk gewoon veel mensen... En zo hebben wij Ian Thomas gekregen, hè. Shout out naar mijn boy Ian. Ja, shout out naar hem ook. Ja, jij moet eens met hem werken, hè. Met Ian? Ja, dat zou kunnen. Top, dope kerel. Maar nee... Is Jules, 16 namen. Wacht, dus wat heb ik al al voorbeelden van toen, al voorbeelden zoals Eminem, Bieber. Voor mijn muziek nu, denk ik dan toch Chris Brown en Tory Lanez. Moet daar sowieso. Voor mij zijn dat echt vlak van artiesten vind ik die twee sowieso bij de greatest. Chris Brown gewoon van hoe lang hij al bezig is. En that motherfucker can do everything. Hij kan letterlijk alles. Die multitalent in hem, dat is niet normaal. En ik vind dat hij niet genoeg recognition krijgt daarvoor. Hoe die shit dan gebeurd is en zo. Want normaal zou je hem daar kunnen zetten met de greatest. Met iedereen, met MJ en zo. Maar ja. En Tory ook gewoon van hoe versatile hij is. En in de muziek dat hij maakt, wat hij allemaal daar nog eens in kan. En voor mijn muziek nu denk ik zeker dat mijn grootste voorbeelden zijn. I fuck with Chris Brown, huh? Ik heb eigenlijk Chris Brown zijn growth eigenlijk meegemaakt. Hij is in 2005 gekomen, denk ik. Ik was 15, hij was 16. En hij had met Joao Santana zijn eerste hit daar. I was like, yeah, that guy is nice. Ja, is normaal, man. Geef mij eens je eerste tekst dat je hebt geschreven. Of gerapt. Dus niet van Eminem, van je eigen. Eerste. Wow. Ik kom van de tijden waar mensen lopen met CIS-kaart. Jij weet. Nee, maar dat is een van de nieuwste, man. Ik weet het, maar ik heb het. Ik moet echt... Mijn Engelse verses, maar broer, die eerste verse, dat is echt... broer, zoals ik zeg, dat is heel lang geleden. Waarom herinneren mensen hun eerste verse, man? Ik ben geen rapper, hè? Maar ik herinner me nog mijn eerste verse dat ik in jail had geschreven. Ik ken dat zelfs Pita als het moet, maar... Ja, maar het ding is, dat van mij, dat was niet real of zo. Snap je? Mijn eerste paar jaar, broer, dat was puur brag and boast. Dus dat was niet zo meaningful of zo. Ik denk dat van jou, zeker als hij in jail was, denk dat vrij meaningful was, de shit that you wrote. Bij mij, dat was waarschijnlijk niet zo, dat was waarschijnlijk... Ik was waarschijnlijk aan het liegen. I was probably saying some shit like Lambos and bitches. And can I cuss? Yeah. Talk to motherfucker Charlie. What's poppin' with the population? My bad. Dus, probably some cars and bitches also. Ik weet niet.
Nee, maar ik herinner me de eerste echt niet. Oké. Jij zegt zelf, jij bent in Engels begonnen. Waarom die, waarom die switch gemaakt? Ik denk dat de grootste reden gewoon is omdat we in België zijn. Ik was daar niet helemaal voor. Want ik heb daar wel al lang aan gedacht en getwijfeld. Maar ik was denk echt de laatste keer dat was toen. Ik was bij Efraim, bij Soundplug in de studio. En hij zei dan tegen mij van kijk, je hebt echt muziek, je sound en bla bla. Maar wij zijn in België, bro. Probeer, hij zegt zo, probeer tenminste. Want ik zei echt van nee. En hij zei, probeer gewoon, maak gewoon één song, zie gewoon wat dat. Dus ik had één Nederlandse song geprobeerd. En ik had dat dan laten horen aan Brendan. En hij was gewoon meteen verkocht. En dat is nu mijn manager, bijvoorbeeld. Maar hij wou dus meteen werken. En hij stuurde dat ook hier en daar. En iedereen reageerde er gewoon heel goed op. Waardoor ik toch zoiets had van, misschien moet ik dat toch eens proberen. Omdat ik altijd heb gezegd van, ik wil alles doen om mijn muziek te laten lukken. Ik wil alles doen voor mijn muziek. Maar als iemand vroeg voor, ga Nederlands, want dat is beter hier, zei ik altijd nee. En dat moment had ik zoiets van, misschien is dat een van de dingen die ik moet doen om toch mijn muziek naar buiten te brengen. En dus ja, gewoon al die reacties daarop en zo, dat ik toch die leap heb gepakt. En ik ben het uiteindelijk toch bij dat heb gedaan. Dan komt de volgende vraag eigenlijk goed. Hoe werd je dan ontvangen? En dan heb ik nu, dan heb ik niet over je vrienden of zo, maar gewoon de mensen zelf, je publiek en zo. Allee, de fans die je vandaag hebt gecreëerd. Ik moet zeggen, heel goed. Ik was heel blij met de amount of reacties dat ik kreeg en wat dat was. Iets specifiek heb ik niet, maar ik weet gewoon dat er zeker mijn eerste maand dat ik muziek uitbracht, ik was ook heel, heel consequent. En ik denk dat ik heb echt op een half jaar of zo sowieso elke maand of zo een song uitgebracht. En niet veel mensen doen dat. En dus de reacties, dat was omdat ik zo vaak uitbracht, dat was toch nog kort op elkaar. Omdat er toch, zeker in mijn beginperiode, ik heel veel reacties vinden. En dat was heel goed. Ook van grotere mensen of zo die mij toch nog stuurden of kwamen volgen of iets. Ik werd heel goed ontvangen. Oh, en Radio Stad speelt u wel vaak, toch? Ja. Hoe is de band met Radio Stad? Want you got the head bitch in charge there, my sister, motherfucker, Talia. Talia, ja, I love Talia, man. Talia, weet je, zij is nu boos op mij. Oh? Ja, nu zij is boos op mij, ja. Ik moest Talia interviewen, hè. Ik moest haar interviewen. Misschien op mijn verjaardag, maar ik ben ziek geworden, et cetera. Maar some shit happened en ja, nee, datum moest gefixt worden. Ik geef haar een datum, zij geeft mij een datum. Uiteindelijk, ik denk, joh, uiteindelijk aan de host. Dus ik stuur haar, oké, Diva. Geen probleem, zij stuurt mij terug. Een Diva is a version of a female. Wacht, een Diva is a female of a hustler. Dat is zo'n Beyoncé-laasje. En ik veerde dat niet. Dus ik heb geantwoord. Personally, I don't give a fuck about Diva. Oh. Maar dat is mijn sister. I mean, ik en haar, dat is die man dat we hebben, maar ze is nu boos op mij waarschijnlijk. Maar shout-out to Talia. Shout-out to Talia. Zij is echt, ik weet, ik zie haar visie en ik weet wat zij wil doen. Zij wil, it doesn't happen every time I'm supposed to have a problem. Maar dat is echt iemand die gas aan het geven is. Ja, shout-out to you, my sister. Don't be too bad. Maar hoe is die band? Heel goed, heel goed. Zij heeft mij eigenlijk meteen gesupport vanaf dat wij in contact kwamen. Dat is heel toevallig geweest, als hoe dat nog eens gebeurt. Ik had net 100... Wat is dat? 107.8 Radio Stad? Ja. Dus ik had net 107.8k streams gehaald. Ik denk in totaal of op een song. En ik had daar een screenshot van gepakt. En ik had dat gezet en gewoon door die cijfers daar heb ik gezegd van kijk, Radio Stad eigenlijk, jullie moeten best wel. Dat is gewoon als een joke eigenlijk. En zij heeft daar eigenlijk gewoon meteen op gedeeld en hebben we zo'n back and forth ding gedaan. En sindsdien gewoon in contact en ik denk dat zij sindsdien echt elke release van mij heeft gesupport op de radio. En gewoon altijd ondertussen hulp ook en vice versa ook. We praten ook gewoon goed buiten de muziek.
Steema, shout-out Natalia. Inderdaad. Shout-out naar u, big sister. Kom langs, kom langs. Ja, niet boos, kom op. Yo, you got usual R&B voice here in the boss, and come on. Like, fuck. Yo, like, what is our R&B? Maar ja, dus kijk, hij bent beginnen te rappen. Maar vandaag dacht ik, jij maakt meer, like, nah, I can't really say you make R&B liefst. Want je laatste liedje, allee, degene dat ik nog ken, ik heb hem gewoon langs gehoord. Die Siskaart gedoe daar. Yeah. Dat is geen R&B. Nee, ik heb niet. Ja, trouwens, je klinkt daar boos en zo. En dan, waarom? Colère, bro. Ik heb veel colère in mij. Ik heb nu een jaar geen, denk een jaar nu al geen R&B gedaan, bijna. Colère. Ik moest die andere kant van mij laten horen ook. De boze kant. Ja. Waarom? Toch wel. En dan moest je bewijzen of zo? Nee, niet bewijzen. Dat was voor mezelf vooral gewoon. Ik werd in zo'n baaks gezet van. Dat is gewoon een zanger. Voor mij persoonlijk was dat minder omdat ik ben begonnen als rapper. Dus dat is altijd iets van. Dat je mij nu ziet als zanger of zo, dat is cool. Maar zo denken dat ik alleen op bepaalde tijd ben, was voor mij niet echt juist. En dan, met andere woorden, bewijzen. Ja, misschien dat kan. Ik heb nooit zo. Ja, dat kan. Ik had gewoon van. Als er in een conversatie, bijvoorbeeld zo op Twitter of iets. De hardste rappers van Vlaanderen of iets. Vanaf dat mijn naam erin kwam, dan was de reactie altijd: Juice is een zanger, dat is geen rapper. Snap je? Yo. Ik had daar ook mee. Ze hebben gezegd de beste rappers van Antwerpen. En ze hadden Kid Ice. Nee, ze hadden Woody of. Nee, Kid Ice er ook niet. Trouwens, hij is nice. Maar ik dacht, maar Kid is niet van Antwerpen. Kid is van Sinterklaas. Ah ja, snap je? Dan al zeker. Ja. Snap je wat ik bedoel? En ik begrijp je, maar jij bent zo in de game gekomen. Ja. Ze gaan nooit alleen zitten bij de hardste rapper van. Maar. Wij weten, hij is nice. Maar wanneer je zo gaat zitten in de kamer vol met hip-hop, gas, I don't think nobody goes, yo, you put that Tory Lanez on, man, dude. For rap. Maar I know he killed, maar trouwens, he killed freestyles. He killed the flex freestyles. Ook al rapt hij zoals Cassidy, but he killed it. Maar dat is gewoon Cassidy in de nieuwe versie. Mm-hmm. Maar in een hip-hop ruimte gaan nooit. Cassidy kapot gemaakt laatst. Maar jij rapt zoals hem. Nee. Nee, maar jij hebt zijn stijl. Jij hebt niet alleen zijn stijl, jij hebt zijn woorden ook gebruikt. Maar dat kan. Je kunt al. Nee. Kijk, nu, Jules, stel voor, jij hoort mij rappen. Ik zeg, ja, ik kom van de tijden waarin wij allemaal Siskaart gebruiken. Bro, dat is uw verse. Ja, en ik zeg, maar. Ik zeg, hoe jij hebt gezegd, bro, dat is van nu, man. En people say, yo, Charlie, dat was hard. Like, they forget. Like, dat is Jules' shit. Dat is niet waar. Ja. Maar natuurlijk omdat. Maar dat is muziek, wordt altijd gerecycled ook. Hoeveel mensen gebruik je tot op de dag van vandaag in Tupac of Biggie lyrics? Nogmaals, daarom zei ik bij de hardste, als jij in een groep zit, dan gebruik je geen recycles. Weet jij wie voor mij de hardste zijn? Dan moet je dan Brandon vervangen, want hij kent dat, die mensen die ik nu ga opnoemen. Misschien jij ook trouwens. Jericus, ik denk die hij gaat recyclen. Styles P, Jigga, those are the ones. Dat zijn de hardste. Cassidy is maar natuurlijk, Tory Lanez is versatile. Dat heeft hij op hun wel. Ja. Tory Lanez kan zingen, Tory Lanez kan rappen. Hij kan al die shit doen. Hij kan waarschijnlijk een split doen. What the fuck? Maar in een kamer met hardste rappers, ik denk niet dat Tory Lanez daarin kan zijn. Maar wel bij de beste artiesten. Ja, dat is bij de beste artiesten, want inderdaad. Dat artiest is sowieso niet bij beste rappers. Nee. Die kan rappen en zingen, dat is Drake shit. Dat is Chris Brown kan ook rappen, ook al doet hij dat niet. Maar allez, hij doet dat niet vaak, maar dat zijn zo'n artiesten. En ik denk gewoon dat jij die nooit. Ik zou nooit Drake zetten bij de beste rappers, ik persoonlijk. Oh ja, dat is zo. I mean, maar bij mij, ik doe boven. Ja, de beste artiesten, dan kunnen. Nou, 100. Ja. Hij is daar bij Mike met Jay-Z en shit. Ja, maar nee, ja, dus eigenlijk, ja, heel die dingen. Ook bijvoorbeeld als ik met producers sprak, of zo, op mijn story had gezegd van producers send me beats. Ik kreeg altijd sexbeats, bro. Ik kreeg altijd beats waarbij ik wist wat die wouden dat ik daarop deed. Maar als jij van iedereen en zo constant dezelfde soort beats krijgt, bro, dat. Je zingt die refrein, bro. Ik word. Bro, zing die refrein, jongens. Snap je? Usher.
Maar ja, ik snap het wel. Ik snap dat is wel die drukte. Ja. Yo bro, deze gast is een zanger. Nee. Dan begrijp ik wel dat jij moet zeggen. Want bro, ik ben geen... Ik hou van zingen. Maar dat is niet altijd. Vind je dat jij beïnvloedbaar bent? Fuck. In het algemeen. Oké, laten we even muziek gericht kijken. Want kijk, trouwens, shout-out naar Sample, Efraïm. Shout-out naar Manasseh ook. Efraïm zegt tegen u... Efraïm zegt tegen u... weet je, probeer in Nederland. Trouwens, misschien het beste advies dat hij kan geven. Uiteindelijk doet je dat ook. Mensen zetten druk op u. Mm-hmm. Langs de ene kant is ook beïnvloedbaar, want door daar wil je laten zien van... Nou, eigenlijk, I'm not like that. Ja, dat ben ik wel. Ja, sowieso wel. Ik sta sowieso ten eerste altijd open voor advies en kritiek en hulp. En ik ben daar echt niet zo ga je groeien, hè? Ja, voilà. Ik heb nooit iets tegen gehad. Dus op die manier ben ik sowieso wel beïnvloedbaar. Omdat ik sowieso al, wat ik ook binnenkrijg van iemand, ik ga daar sowieso aan denken van oké, heeft hij gelijk? Dat kan echt, misschien moet ik dat echt doen voor mezelf. Dus op die manier kan dat wel. Mm. Nee, er is niks mis mee, want nogmaals, jij groeit ook al het bosje tegen de muur, dan weet je gewoon van, hier neem ik deze weg. Ja. Everybody needs help, hoor. En zeker als jij hulp kunt krijgen van Sample, dat is zeker niet slecht. Nee. Maar, oké. Trouwens, jij hebt niks gezegd over Ben tot nu toe. Terwijl hij de gast is in het politie die zegt, jij foiré. Welke vraag heb je mij gesteld waar ik Ben op kan antwoorden? Nou, ik heb jullie ook geen vragen over Scotty gesteld. Hè? Trouwens, Scotty is MIA. Hola. Ja. Maar dat gebeurt vaker. Dat gebeurt denk ik 7-8 keer per jaar of zo. Dat. Iemand heeft een foto gepost. Waar is deze gast? Hij heeft mijn liedje niet gemixt. Ja, Scotty is zot. Scotty is zot. Maar ik denk ook... Ja, broer, we hadden we hadden het vorig jaar nog een studio, een grote groep samen, waaronder Ben. Ben, oké. Scotty, Sire, Toensie. Dat is nog een grondplaats? Ja, daar zo in de buurt. Ja. En dan nog een paar mensen die niet echt... De oude studio van Sample ook eigenlijk. De oude studio van Sample, exact. Ja, with the crow, ja. Maar daar dus, en broer, ons, een lange tijd heet onze WhatsApp-groep Waar is Scotty? Die gast, ja. Dus als ik dat kan. Denk wanneer hij terugkomt, komt hij altijd terug met een bom. En met bom bedoel ik muziek, hè? Altijd. Ja, broer, er is geen. Ja. Wat hij ook doet, er is geen periode dat hij niet werkt. Hij is wel in mijn bak, maar ik ken bijna niemand die werkt zoals Scotty. Ik denk dat hij met 40 liedjes gaat komen of zo. En ook een gast die met beide talen kan. Ja, dat ook. Maar trouwens, heb jij. Je hebt geen gekke. Allee, gekke. Je hebt een featuring met Ben. Een paar. Maar degene die ik in mijn hoofd nu heb is onlangs, vorig jaar of de jaren ervoor geschoten. Oh my god. Nee. Iets meer zo, die videogames. Ah, een drill, Poku. Met Nilsson ook. Met Nilsson. PNP. Geschoten door Tim Dal. Tim Dal, heeft echt een gekke clip. Gemaakt. Maar ja, de laatste ik was inderdaad Tim Dal. Sharada Tim Dalle. Hij is ook iemand die kan verdwijnen. Serieus? Ik zeg, wat? Tim? Hoezo, Tim? Tim kan toch niet verdwijnen? Hola. Ik ben met Tim begonnen trouwens. Hola. Ja. Dan weet jij goed genoeg. Nee. Nee, je weet wat, bij mij is hij niet verdwenen. Bij mij was gewoon van, weet je, deze wordt te veel. Hij is, je ziet, trouwens, die clip heeft hij geschoten terwijl hij ook met Talks with Charlie bezig was. Dus je weet, Tim, hij moet gewoon veel doen. Ja, dat wel. En deze werd gewoon te veel. Ja, hij houdt ook van heel veel. Maar inderdaad, nee, je hebt gelijk. Tim kan verdwijnen. Daar heb je 100% gelijk in. Maar ik denk gewoon, het is niet dat hij zo verdwijnt van, oh, I don't give a fuck about you. Weet je, hij is gewoon, hij heeft ineens zoveel gekregen dat. Talks with Charlie kan even zwichten. Ja, ik ben ook nooit heel kwaad op mensen disappearen, omdat ik meestal wel weet van, you're doing something. Ja, inderdaad. Maar dan moet je ook soms op je eigen kunnen rekenen. En ook gewoon met je muziek bijvoorbeeld. Like, you gotta depend on yourself. You gotta do what you... Niet alleen met muziek, met alles. Ja. You gotta do what you want. Uiteindelijk, nogmaals, jij maakt muziek in het Nederlands en zo. Dat is cool. Dat is uiteindelijk wat jij misschien nu wel wil. Maar dat is niet what you wanted.
Snap je? Maar die switch is gekomen in hem, hè? Want ik hoor u. Ik heb nooit een Engels liedje van u gehoord trouwens. Nooit. Ja, ik ben niemand die mij kent als Juice. Ik ben niemand die mij kent van de afgelopen jaren dit dat ik Engels heb gedaan. Talk to Charlie, here we go. Maar inderdaad, ik ken en ook niet, ik ben niet een Nederlandse muziekliefhebber of zo. Maar die Siska's bijvoorbeeld, dat vond ik wel een cool. Ook al van het geweld te boos klonk soms. Oké, die spelen, what the fuck. Maar dat is wel een goede liedje, want jij gaat dat niet skipperen. I mean, goede bars. Maar ik denk dat je maar één verse had. Thanks. Ja, zo'n intro-achtig iets. Dat is een goede liedje. En dus je hebt geen slechte keuze gemaakt door Nederlands muziek te maken. Ik heb je Engels muziek ook nooit gehoord. Misschien zeg je van, bro, you crazy. Ja, ik ken nog altijd veel mensen die beide hebben gehoord en ik krijg beide reacties. Ik krijg heel veel mensen die zeggen van, je moest nooit stoppen met Engels. Ga terug. Of ik heb mensen die zeggen, je hebt de beste keuze gemaakt van je leven. Maar ik ken ook iemand die dezelfde keuze heeft gemaakt. Distinct. Distinct. Ja. Maar ja, ik denk dat Efraim hem zelfs heeft vermeld in onze conversatie toen. Als voorbeeld van, bijvoorbeeld, kijk naar Distinct. Die Joy is ook gebloot als een motherfucker. Die is gaan vliegen. Shout-out naar Distinct. Shout-out naar Distinct. Shout-out naar u. That's low, bro. Hij is goed bezig, inderdaad. Maar we zijn er ook bijna. Ik heb welke liedje liedje. Jij hebt ondertussen hoeveel liedjes gedropt? Met mijn tape erbij. Ik denk dat ik toch richting 20 ben aan het gaan. Misschien al bij 20, wacht. Een 20 die we allemaal kunnen vinden? Ja. En als jij van die 20 één liedje moest aanraden aan het publiek, bijvoorbeeld, de mensen die deze gaan zien, of welke liedje van nu zou je aanraden? Om kennis te maken met Juice bijvoorbeeld. Of bestaat er zo'n liedje nog niet? Als jij mij echt wilt horen zingen, pak Koud. Als je liever bars hebt, pak geen Flits. Nee, ik wil u niet horen zingen, ik wil ook geen bars. Ik wil weten wie Juice is. Naar waar moet ik naar het zang-dingetje dan? Want weet je, dat is belangrijk. Veel mensen beseffen dat niet. Je kunt make a lot of songs. Maar wie ben je? Krijg je dat ook te horen? Daarom zeg ik van die 20 liedjes. Ik zeg niet dat je alle 20 zong moet zijn, maar heb je zo'n liedje van... Dat stukje daar, dat leg je uit wie Juice is bijvoorbeeld. Persoonlijk, ja, bij mij persoonlijk, dan moet jij, want ik heb ook begin dit jaar ergens, heb ik zo twee soortige freestyle sessies gedaan. Maar ik heb die gewoon echt uitgebracht op Spotify en zo, en met video's. Er zijn gewoon lange verses. En daar ben ik gewoon heel persoonlijk. Okay. Dus en wat is de naam? Dat was een reeks eigenlijk. Of de bedoeling was om een heel lange reeks te maken. En dat heette gewoon de Must Be Me. Reeks, ja. Dat is op Spotify. Yes, sir. En dan moet ik gewoon schrijven, Juice Must Be Me. Ja. Juice Must Be Me. So good to be me, nee? Nee. Must Be Me toch, ja? Weet je, offline stuur mij gewoon die link. Maar, en daar ben jij persoonlijk over wie Juice is en van waar je komt. Ja, dan ben ik meer, ja, toch wel veel. Misschien wil iemand deze interview niet zien, dan gaat hij gewoon direct naar daar of zo. Voilà, ik zei het niet. Heb jij een drone featuring dat je zou willen waarmaken? Jay Lauren. Wie? Jay Lauren. Jay Lauren? Ja. Wie is dat? Ah. Hold on. Dus Jay Lauren, toch? Jade Lauren. Jade Lauren. En je hebt gezegd, toch? Chic Looch? Wie? Dank u. Ik heb jou niet verstaan, nee. Nee, Chic Looch. Ga verder. Oké, nee. Dus wat was je aan het zeggen? Met Jay Lauren? Ja, gewoon de muziek die ik maak, zeker. Heel die R&B sound. Ik denk gewoon, ik zou maar echt een gekke pokoe maken, man. Dat is een haar. Ja, Jade Lauren. Ik heb die pokoes niet met Kevin, als ik je niet zie.
Of samen. Can you hear everywhere we go, people wanna know who we are, so we tell. Goeie. This is... Nee, maar wacht. Maar nee, ik ken wel... Nee. Kijk, er is een liedje van, ik denk... Ik verdien je aan niet. Dat is mijn boef. Is zij dat niet dan? Want dat klinkt wel... Nee, ik ken dat niet. Maar dat is een Hollandse vrouw. Ja. Oké. Okay. Met haar zag je wel een liedje. En wat, is zij niet bereikbaar of zo? Ja. Tegenwoordig heb ik gezien, iedereen is bereikbaar. Ja, dat kan. Maar ik wil zelfs een verse kopen van haar. Ik denk gewoon echt dat ik ga eens een gekke pokoe maken daarmee. Maar ik heb nu gewoon zoiets van, omdat ik zeker mijn, die rapperiode dat ik een tijdje heb gedaan. En nu heb ik ook heel veel situaties gehad, zeg maar, waardoor ik even... niet heb kunnen releasen zoals ik wou. Dus ik heb alles gewoon gelaten voor dit jaar nu. En ik wil ook gewoon wachten tot ik terug goed release en voordat ik terug mensen echt binnen aanspreken. Feit. Hartelijk respect, hè. Maar dat is Jay Lauren van Holland. Uh-huh. Een dream featuring in België dan? Ik wil iets zeggen over wat jij nu juist hebt gezegd. Je hebt er niet over nagedacht. Maar zo zijn de radiostations ook. Ze denken niet vaak aan onze Belgische hip-hop. Maar je praat over boom featuring. En dat is all about you, hè. Dat is all about... Want wat jij zegt klopt, ik heb er gewoon niet over nagedacht. Dat klopt echt. Maar zo denken ook sommige radiostations. Die denken niet aan de underground artiesten die gewoon hier op linkerover of in Deurne wonen. Tot maar verhaal. Het ding is ook omdat je zei van dream featuring. Ik heb het niet over u. Ik heb het over die, wat jij hebt gezegd. Mm-hmm. Is hoe de mensen... Ja. Men. Zeker hier bij ons. Maar, inderdaad, zeker hier bij ons. Want uiteindelijk hebben we wel veel artiesten. Snap je? Veel artiesten. Artiesten die jij... de namen zelf niet kent bijvoorbeeld, die gewoon dope zijn. En dat is wat ik bedoel meer met van people don't think about the Belgian scene. En soms wij zelf. Nee. Maar dat is omdat ik denk dat onze eigen mensen ons probleem zijn. Wie hier niet gaat eerder kijken naar Hollanders en zo bijvoorbeeld. Voor het I'm one of them. Waarom? Oh ja, voilà. Maar hoeveel mensen hier? Ook gewoon omdat wij hebben niet heel veel kanalen en dingen op media die dat supporten. Ondertussen in Nederland heb je muziek is gewoon deel van de culture. Ja, ik kan niet liggen. Ik ben naar Holland geweest en ik kwam ergens binnen in een winkel en ineens ik hoorde Phoenix spelen. En... Ja, bij de mainstream dingen en bij de white people. Van, ik denk dat iemand hier is voor u. Nee, wacht. Dat is maar nieuws. Ik ga dat knippen, dus laten we eens. Wat waren we? Wat kan ik zeggen? Drone feature. Oké. Ja, maar weet je, dat is life. I mean, it's life. Ik heb wel een volgende vraag voor u. Ja, dan heb ik een volgende vraag voor u. Let's go. Label. Heb je er een kennis van wat labels zijn? Ja. Waarom zou je ooit bij een label willen tekenen? Dat moet een heel goede deal zijn. Ja, maar, Ik ben daar... Niet vies van labels, helemaal niet. Zoals ik zeg, onder de juiste deal zou ik sowieso tekenen. Maar dan moet dat inderdaad echt de juiste deal zijn. Een van mijn grootste dingen is dat ik kan niet iemand anders hebben die mij iets gaat zeggen over mijn muziek. Maar is wat de labels meestal doen? Voilà, daarmee dat ik zeg, ik moet een andere deel krijgen. Ik kan niet... Allee, hulp en zo, zoals ik zeg, nee, dat mag altijd. Hè. Maar iemand die zegt, deze kan niet, of helemaal niet... Dat is ook hulp, hè. Maar deze kan niet, bro. Allee, deze is niet wat...
De kleine mannetjes lopen. Dat is niet helpen, dat is verbeteren. Ja? Dat is niet helpen, dat is verwijderen. Jij zegt niet, maar kom, maar is zo'n beter man. Je zegt, ik wil deze zo'n weg, dat kan niet. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Nee, maar dat is wel dope als jij inderdaad je eigen... Jij kunt tegen mijn label in je laat. Maar dat bedoel je, ja. De meer, ik denk ook gewoon dat ik... Het kan zelfs zijn dat ik echt een moedig artiest ben om mee te werken. Shout-out naar jullie. Doe de deur dicht, alsjeblieft. Man, deur dicht, snel. Deur dicht, alsjeblieft. Dank u. Ja, de mannen van Linkeroveren, altijd disruptive. En ik geef dat niet eruit. Sifu, baby en bosjes. Dank u. Nee. Maar labels, ja, kijk. Als er komt nu een label. Wij hebben een label hier trouwens, Topnotch. Ze komen naar u. Ze zeggen van, ja kijk Jules, we got the platform. We hebben niet het bedrag, maar wij kunnen zorgen dat jij overal geraakt waar je moet geraken. Om je eigen ding te doen. Dus. Uh-huh. Dat zou dan afhangen van tijd, van contractduur. Ik zou niet bang zijn om wat geld of zo af te staan. Om ergens te raken waar ik niet zou komen zonder hun. Ja, maar dat is wat label meestal doen. Hè? Ja, maar daarin merk ik dat kan soms te ver. Bijvoorbeeld, kijk bijvoorbeeld naar Dikke. Wat Topnotch voor hem heeft gedaan op een heel korte periode. Ik weet niet of hij hetzelfde zou kunnen doen zonder Topnotch bijvoorbeeld. Wow, ik denk meer als Dikke niet rapte zoals hij rapte. Ik ging hij niet geraken. Maar, want kijk, langs één kant moet je kijken. Is two people, allee, is two things. Dikke moet kunnen rappen. Mm-hmm. Want zonder zijn talent, zijn skills gelaten. En Topnotch heeft de connecties. Dus zo niet kan Topnotch gewoon iedereen... Maar dat bedoel ik bijvoorbeeld, want dat is gewoon om te zeggen, want heel veel mensen zeggen altijd, in, zeker in het begin of zo, dat labels te veel geld eten of zo daarop. Maar als die u al ergens brengen, waar je niet zou zijn zonder hen... Want stel dat ik nu bijvoorbeeld een jaar lang 80% of zo van mijn mind moet afstaan. Maar ik ga wel binnen een jaar zo ver staan dat ik na dat jaar die heb al die 80% gepakt. Maar vanaf dan, het geld dat ik dan ga pakken, dat ging ik niet doen na een jaar op mijn eentje, bijvoorbeeld. Snap je? Op die manier zou dat nog mogelijk zijn. Het is, ja, zoals ik ben er juist begonnen, 2022. Ik vind dat moeilijk om te zeggen, precies. Ja, dat is raar. Ja, 2022. Wat kunnen we dan verwachten van u? Lawaai, broer, lawaai. Ik ga binnenkort al... Wacht, wanneer komt deze uit? Zeg, is dat een druk dat je zet op je beter... Nee, maar ik ga nu zeggen... Ik ga binnen zoveel dingen uitbrengen, terwijl misschien deze komt daarna. Nee, maar aangezien jij toch druk op mij zit... ik drop een episode morgen. Deze is de... ik geef dat 2 weken. Nee, eigenlijk 2 weken is te ver. Morgen, zondag drop ik eentje. Maximum volgende week vrijdag. Dat is het. Ja. Oké, okay, dus als jij kijkt, binnen een week terug op mij, je zit lekker motherfucker. Hoe staan jij niet doen? Maar dus tegen wanneer dat dit uitkomt, rond die periode ga ik ook al terug beginnen releasen. Okay, dat hangt van mij af, dat is toevallig dan. En vanaf dan ga ik gewoon terug zo consequent mogelijk proberen zijn zoals in het begin. Weet jij, ik wou je er juist al zeggen. Bro, weet je wat consequent betekent? Wat bedoelt consistent? Oh, ja. Ik wou je er juist al zeggen. Nee, ik ga het niet herkennen. Nee, hoor. Dat is de tweede keer dat ik dat zeg. Kijk, de eerste keer dat ik dat zeg. Kijk, de eerste keer. Ik ben zo gaan zitten. Ik zeg, ah, ga je dat zeggen? Mooi. Wat kan gebeuren? Maar bro, maar kijk, dat is het mooie eraan. Deze starts with Charlie. Bo, dus we gaan dat kutten en zo. Zoals een motherfucker, Charlie, hij is minst. What the fuck, ik maak ook fout. What the fuck? Nee? En trouwens, nu dat wij ook hier zijn. Ik ben begonnen met deze, met de interview. En ik zei tegen hem, hoe is het om bankverwarder te zijn bij Sparta? Ah, it was you. Yo, nee, Jules, kijk. Nee, dat is niet op de liste. Nee, helemaal niet. Ik heb dat ook gezien, bro. Wie was jonger, man?
Maar joh, Jules, kijk, eerst en vooral, ik ben blij dat we deze interview hebben gedaan. Ik vond dat echt een leuke interview. Ja, echt chill. Ik hoop dat ik dat ook goed kan editen. Ik ga zoveel mogelijk knippen. En, Hij moet heel consequent zijn, broer. Nee, consequent. Misschien moeten we dat gewoon veranderen. Geen consistent, consequent. Nee, maar ik heb plezier dat je tot hier bent gekomen. Boy, ik wens u een zware, leuke 2022. I hope God bless you with some powerful, positive news. Thank you, bro. Ciao. En, wat kan ik u nog wensen? What you want me to wish you? Yeah. Gelukkig niet, ja. Ja, bro, ik ben nu op Instagram geweest. Nee, maar nee, echt serieus. 2022 hopelijk, you're gonna have a positive year. So? Love, bro, back at you. En om deze interview af te ronden, mijn vraag die ik voor altijd ga vragen, want dat kan zijn dat onze laatste 24 uur zijn op aarde. Dus wat zou jij doen als je nog 24 uur te leven hebt op deze geweldige aardbol? Ik ging bij mijn moeder zitten, bro. Bij je moeder? Mag ik vragen waarom niet je vader ook? Ik ken mijn vader niet. Zou je die niet zoeken als je nog 24 uur te leven hebt? Nee, zeker niet met mijn laatste uur. Nee. En stel je voor dat de boodschap was Yasha. Yasha, recognize your parents while you're on earth. En dat is de blessing dat je krijgt. Ja. Zou je hem dan wel zoeken? Ik weet niet, bro. Ik zeg je heel eerlijk. Voor mij, mijn parents is mijn moeder, allebei. Geloof me, I know what I say that because ik zit in dezelfde situatie, maar mijn moeder is gestorven daarna. Oké. Okay. But you know, to each his own, maar ik wens het beste. Talks to motherfucker child. Back at you, love, bro. Talks to motherfucker child. What's poppin' with the population? It smell like money, so let's make some. Yeah, I know you see it. I know they see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. They yelling, who that? I tell them we that.